het boek Openbaring. De opkomst van het Mohammedanisme. De vijfde bazuin blaast. Openbaring 9, vers 1 tot 12. Tijdperk 612 tot 762 AD. 150 jaar. De eerste bazuin of wee. De Saracenen, oftewel de Arabieren, nemen het zuidelijk derde van het Romeinse Rijk in. We lezen vers 1. En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. Vers 2. En zij opende de put des afgronds, en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven, en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. Vers 3. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde tevoorschijn, en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. Vers 4. En hun werd gezegd dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, nog aan enig gewas, nog aan enige boom, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. Vers 5. En hun werd gegeven dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden 5 maanden lang. En hun pijniging was als de pijniging door een skorpioen wanneer hij een mens steekt. Vers 6. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden. En zullen begeren te sterven, maar de dood vluchtte van hun weg. Vers 7. En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden die uitgerust zijn tot de oorlog, en op hun koppen waren kransen als van goud, en hun aangezicht waren als aangezichten van mensen. Vers 8. En ze hadden haar als vrouwenhaar, en hun tanden waren als die van leeuwen. Vers 9. En ze hadden borstschilden als ijzeren harnassen, en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. Vers 10. En ze hadden staarten als scorpioenen en angelen, en hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, 5 maanden lang. Vers 11. Ze hadden over zich als koningen de engel des afgronds. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon. En in het Grieks heeft zijn naam Apollyon. Vers 12. Het eerste wee is voorbij gegaan. Zie, nog 2 weeën komen hierna. In Jesaja 14, vers 12 tot 17, wordt de opstand van Lucifer tegen God en zijn val als gevolg daarvan beschreven. In Lucas 11 vers 18 zegt de Heer Jezus hoe hij de Satan uit de hemel zoals een weerlicht heeft zien vallen. De werkelijke reden hiervan is dat Satan de plaats van de Heer Jezus in de hemel wilde innemen. Toen hij daar niet in slaagde, is hij uit de hemel geworpen zoals een vallende ster. En zo is hij de grote tegenstander of vernietiger geworden en christenen op aarde is hij gaan weerstaan. Hij wederstaat Christus, dus ook die van hem zijn. Wij treffen hem voor de eerste maal aan in de tuin van Eden als de slang of schijnend wezen die Eva verleid heeft en van toen af aan de zielenvijand van de mens is. Hij heeft een heel leger van demonen als ondergeschikte die hij kan uitzenden vanuit de afgrond om zijn boze werk te doen. Die macht en gezag van dit rijk was nu in Constantinopel gezeteld. De zoon van vers 2 stelt het heersende gezag in het oosten van het Romeinse Rijk voor. Deze, tegelijk met het zuidelijke gedeelte, was een overblijfsel nadat de eerste 4 bazuinen hun werk hadden gedaan. En als wij nu een macht die zou zijn ontstaan in het oosten kunnen vinden, en die aangestoken is vanuit die afgrond, die oorlog maakt tegen het overblijfsel van het Romeinse Rijk
en de zon van Constantinopel verduistert, dan hebben wij de verklaring van het vijfde bazuin of van de eerste wee. In vers 3 zien wij dat er ook sprinkhanen vanuit de rook op de Romeinse aarde neerdalen. Sprinkhanen kwamen in die tijd uit de woestijnstreken van Arabië. De sprinkhanen van het vijfde bazuin stellen dus Arabieren voor die uit Arabië kwamen en die volgens de geschiedenis staan voor Syrië, Palestina, Perzië, Egypte, Noord-Afrika, Spanje, Galilee, dat is in Frankrijk, en Sicilië gedurende de 150 jaar van 612 tot 762 AD en zij overrompeld hebben. Deze Arabieren uit de woestijn moesten door demonen vanuit de afgrond geïnspireerd zijn geweest om met de ijver en vindingrijkheid zo'n ontzaglijke taak in zo'n betrekkelijk kort tijdbestek te kunnen verrichten. Deze boze geesten zijn dezelfde die vanuit de afgrond van het communisme, dat is de derde wee, in een kort tijdbestek van een halve eeuw tot de intellectuele reus van vandaag te laten ontwikkelen. Openbaring 16, vers 13 tot 16 beschrijft het zeer nauwkeurig. En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld om hen te verzamelen tot oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Zie, ik kom als een dief, zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien worden. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon. De geschiedenis bevestigt ook dat het de godsdienst van het Mohammedanisme was die de Arabieren hun fanatieke, ijveren en drijfkracht gegeven heeft. Mohammed was een Arabier, een afstammeling van Ismaël, de zoon van Abraham, van Hagar de slavin. Mohammed merkte op hoe de christelijke kerk de corruptie hoog in het vaandel had staan. Dat de beeldendienst de plaats van het christendom had overgenomen. Mohammed kon geen verschil zien tussen deze christenen en het oude heidendom. Ik kan ook de vraag stellen, geldt dit ook nog van vandaag? Daarom heeft hij een nieuwe godsdienst gesticht. Er wordt verteld hoe hij zichzelf in een grot met de naam Hira in de bergen van Mekka zich afzonderde. Daar is hij volgens zeggen dikwijls in vervoering gekomen en gezichten, dus visioenen gehad, en die heeft hij in zinnelijk genot bevattend van het paradijs en van vleeselijke pijniging van de hel. En zo verder aan. Dit duidt duidelijk op dat hij door een medium, dat wil zeggen door spiritisme, bevangen geweest moest zijn van de pas losgelaten boze geesten van de verse 1 en 2 van Openbaring 9. Hij maakt er aanspraak op dat terwijl hij in de grot was, de engel Gabriel aan hem verscheen en hem geciteerd heeft wat hij in de Koran moest opschrijven. Let op, als daar een engel verschenen is, dan was dit zeker niet de engel Gabriel vanuit de hemel, maar één die uit de vijfde bazuin voorspeld wordt, Apollyon, vanaf de put van de afgrond. Want Satan doet zichzelf voor als een engel des lichts. Dat mogen we nooit vergeten. Mohammed werd eerst vervolgd en werd gedwongen om uit Mekka te vluchten in het jaar 622 AD. Dit was een zeer belangrijk jaar. Deze wordt de Hegira genoemd en is Mohammed naar Mekka teruggekeerd. En vanaf toen werd deze stad hoofdstad
van het Mohammedaanse geloof. Daar aangekomen trof hij grote verandering aan. Diegenen die hem eerst wederstaan hadden, bogen zich nu voor hem en ontvingen hem als een profeet van God. De geloofsgeschiedenis van Mohammed verwerpt onze Heer Jezus als de zaligmaker. Hij wordt wel als een goed mens beschouwd, maar niet op dezelfde wijze zoals wij de Heere beschouwen, namelijk als de Zoon van God en zaligmaker van alle die naar hem toekomen. De godsdienst van Mohammed is waarlijk, zoals de vijfde bazuin verklaart, een uitroken vanuit de put van de afgrond. In het jaar 632 AD is Mohammed gestorven en kort na zijn dood hebben de Saracenen, dus die Arabieren, vanuit Arabië beginnen te stromen onder de inspiratie van dit nieuwe valse geloof en bekrachtigd door deze engel vanuit de afgrond. Ze hebben zich als sprinkhanen in menigte, zoals vers 3 dat zegt, uitgezwermd om de christenen en het christendom te vernietigen, of liever de corrupte gedaante zoals zij die zagen, want er was maar weinig echt christendom overgebleven in die tijd. En wat er van overgebleven was, was doorspekt met heidense afgodendienst, ceremonie, rituelen en ongeloof. Wanneer wij komen bij het communisten onder de derde W om deze verder te onderzoeken, zullen we zien dat deze ook vanuit dezelfde afgrond geïnspireerd werd. En ook als een soort godsdienst, en dat zij ook vanuit het oosten als sprinkhanen komen, als een geestel van God op het hedendaagse afvallig christendom. Heeft Lenin niet gezegd dat godsdienst het opium van de mensen is? Helaas moeten wij erkennen dat, zoals de toestand van vandaag, steekt daar veel waarheid in. De duivelse aanklachten tegen de mens voor God zal altijd gegrond worden en waar geweest zijn, want God luistert niet naar verhaaltjes. Het communisme zal de laatste geestel worden in de hand van een rechtvaardig en een jaloers God tegen de Laodicea gemeenten van vandaag. Zie daarvoor weer opnieuw naar Openbaring 3 vers 13 tot 22. God zal haar uit zijn mond spugen. Daarom de vraag: bent ook u lauw of bent u een Bijbelchristen absoluut oprecht voor de almachtige God? Wees gewaarschuwd. De leerstellingen van Mohammed behelst dat een toekomstige staat van beloning of straf voor al de volgelingen van hem het absoluut noodzakelijk maakt om deze lering met de scherpte van het zwaard moet worden verspreid. Het fanatieke voorbrengen dat gewillig ijverig is, is om op het slagveld te sterven, want dan worden ze een martelaar en gaan rechtstreeks naar het paradijs. Omar kwam in het jaar 634 aan het bewind en aan het hoofd van een leger van fanatiekelingen en begon hij oorlog te voeren om een rijk op te bouwen. En in het jaar 637 AD nam hij Jeruzalem in. De Omar moskee is op de plaats gebouwd waar eerst de Israël-tempel heeft gestaan en heden ten dagen staat deze tempel er nog steeds. Na de dood van Omar hebben de Saracenen, dus die Arabieren, hun veldtochten voortgezet. Constantinopel, de hoofdstad van het oostelijk Romeinse Rijk, is in het jaar 668 AD belegerd, maar de Grieken hebben deze stad gered. De volgende 300 jaar na de opkomst van Omar is het geteisterd door de Arabieren en haar buitenwijken en omliggende districten verwoest. Uiteindelijk zijn de Grieken erin geslaagd om de Arabieren te overmeesteren en sommige grondgebieden werden opnieuw heroverd en de kruistochten begonnen in een grote verandering teweegbracht.
Laten we nu eens gaan kijken hoe haar fijne bijzonderheden van deze profetie en de Arabische of Saraceense invallen bewaarheid is. Zij hebben nooit die gebieden bereikt waar Alaric en zijn goten de bomen en het groene gras niet verbranden, zoals dat lezen in Openbaring 8 vers 7. Dit werd door de Heere niet toegestaan, want dit zou hen, de Arabieren, in dat gebied van West-Europa, waar ze al waren, tegen deze tijd, en ze waren daar verzegeld. Dus de Israëlieten waren toen op hun bestemde plaats aangekomen. Zie vers 4 van Openbaring 9. Volgens de Koran was het de Arabieren verboden om welke boom dan ook te vernietigen of om de plantengroei te verwoesten. Let eens op hoe deze zonderlinge eigenschap, wat toch zo'n tegenstrijdigheid is met de aard van sprinkhanen, dit is zeer duidelijk aan Johannes geopenbaard. Dit is tevens het bewijs dat deze sprinkhanen hier symbolisch zijn, want sprinkhanen doen niks anders als groen opvreten. Hun aanslag was er niet alleen om hem te doden, maar om die afvallig christendom tot het Mohammedaanse geloof te bekeren. Zo werkt ook het communisme, humanisme en socialisme van vandaag nog steeds. Zij haten ons niet op de eerste plaats omdat jij geen communist bent, of socialist of humanist, maar hij zal jou vernietigen, tenzij jij het communisme en al die ismen omhelst. Want jij zou een bedreiging zijn voor de zogenaamde brave nieuwe wereld van die communisme en zijn consorten, tenzij je bekeert of wordt uitgewist. Vers 5. En hun werd gegeven dat zij hem niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepeinigd worden 5 maanden lang, en hun pijniging was als de pijniging door een skorpioen wanneer hij een mens steekt. Indien wij nu 30 dagen voor elke maand nemen, dan zijn de 5 maanden precies 150 dagen, en dit is weer juist de actieve periode van de sprinkhanen. Maar indien wij de profetische maatstaf van 1 dag voor een jaar nemen, dan vertegenwoordigen die 5 maanden een periode van 150 jaar, en dit was precies het tijdperk van de actieve, agressieve pijniging van de christenen door de Mohammedanen. In het jaar 612 AD heeft Mohammed zijn zending openbaar gemaakt. 10 jaar later, in het jaar 622 AD, het eerste jaar van de Mohammedaanse kalender, vluchtte hij voor zijn vijanden naar Medina, waar zijn godsdienstige, fanatieke volgelingen een leger oprichtten. In het jaar 629 AD is de oorlog tegen het christendom begonnen met de verovering van Arabië. Onder opeenvolgende kaliven, dat waren dus de opvolgers van Mohammed, hebben de Arabieren, achtereenvolgens Palestina en Syrië, in 637 en 639 veroverd, Egypte in 641 AD, het gehele Noord-Afrika tegen 690 AD en Spanje tegen 713 AD. De geschiedenis geeft ons dus de jaren 612 als aanvang van de sprinkhanenplaag aan. Precies 150 jaar later brengt ons het tijdperk 762 tot 779 AD, wanneer de Mohammedaanse wee zijn agressieve pijniging beëindigden, nadat hij nog een derde deel van het voormalige Romeinse Rijk door middel van het zwaard en zijn godsdienstige fanatiekelingen veroverd hebben. We lezen vers 6. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar het geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vluchtte van hen weg. Dit vers spreekt
van een spreekwoordelijke uitdrukking voor de uiterste vorm van ellende. De Mormedanen hebben de Latijnse christenen overheerst met een uiterst gebaar van afschuw en verachting. En hen noemde men met name honden en heidenen. Dat is heden de dagen nog steeds zo. Zo denken moslims over christenen. Vers 7. En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden die uitgerust zijn tot de oorlog. En op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezicht waren als aangezichten van mensen. Dit vers beschrijft de snelle Arabische paarden. De kronen die op goud leken beschrijft de gekleurde tulbanden op hun hoofddoeken die de Arabieren op hun hoofden droegen. De gezichten die leken op mensen, mannen in het Engels genoemd, toont hun baarden. Vers 8. En ze hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen. Dit vers duidt op vrouwenharen omdat deze lang waren, want zo werd het Arabische haar dat gedragen werd opgerold onder hun tulbanden. Die zei, dit zijn geschiedkundige feiten en de tanden als die van leeuwen duidt op hun woede. Vers 9. En zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens wanneer vele paarden ten strijde draven. De borstharnassen, zoals van ijzer met hun panzerkleren die in de oorlog gedragen werden. De paarden werden op gelijke wijze beschermd zoals zij in horden ten strijde jaagde, kon het gedruis van dit metaal, van deze panzeruitmonstering, van mens en dier horen. En dit was ook het gedruis van vele strijdwagens. Vers 10. En zij hadden staarten als schorpioenen en angels die hun staarten was en hun macht gaf om mensen schade toe te brengen. 5 maanden lang. Waarlijk, zij staken als schorpioenen om te pijnigen, dus niet om te doden, want zie weer vers 5. Dit stelt de beet van een schorpioen voor die toch uiteindelijk dodelijk is. Vers 11. Zij hadden over zich als koning de engel des afgrond en zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon. En in het Grieks heeft hij tot naam Apollon. Abaddon en Apollon worden in het Grieks onderscheiden met verwoester. We hebben al in vers 2 gezien dat Mohammed zijn inspiratie niet van God ontvangen had, maar van Satan. En zijn gedemoniseerde geesten die oorlog voerden tegen de Heer Jezus Christus en zijn komende koninkrijk. De bekering en ijver van ettelijke miljoenen Arabieren konden alleen aangestoken worden door de drijfkracht van demonische geesten. Dit is ook wat er vandaag gebeurt onder het communisme, humanisme en andere ismen. Ook hun inspiratie komt uit dezelfde afput en hebben ook diezelfde kracht. Want de kerk heeft vandaag de Heilige Geest verloren. Want alleen de geest van God is vele malen sterker. En daarom kon Satan toeslaan. Wij moeten terugkeren tot God en tot zijn geest. Vers 12. De eerste wee is voorbij gegaan. Zie, nog 2 weeën komen hierna. En dan krijgen we de 6e bazuin en die blaast. Openbaring 9 vers 13 tot 21. En dat is het tijdperk van 1062 tot 1453 AD. 391 jaar. Vers 13. En de 6e engel blies de bazuin en ik hoorde een stem uit de 4 horens van het gouden altaar dat voor God staat. Vers 14. Zeggende tot de 6e engel die de bazuin had, laat de 4 engelen los die bij de grote rivier de Eufraat gebonden zijn. Vers 15. En de 4 engelen die tegen het uur
en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. Vers 16. En het getal der legerscharen van de ruiterij was 2 × 10.000 tallen. Ik hoorde hun aantal. Vers 17. En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen die erop gezeten waren. En zij hadden rozige en blauwe en zwavelkleurige harnassen. En de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun bek kwam vuur, rook en zwavel. Vers 18. Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood. Door het vuur en de rook en de zwavel die uit hun bekken kwamen. Vers 19. Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten, want hun staarten zijn als slangen en koppen en daarmee brengen zij schade toe. Vers 20. En wie van de mensen overgebleven waren die niet gedood waren door deze plagen, bekeerde zich toch niet van de werken hunner handen om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen en stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, nog kunnen horen of gaan. Vers 21. En zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoerderij en noch van hun dieverij. Vers 12 toont dat er een paus zal zijn die de opkomst van de tweede wee, die door de zesde bazuin losgelaten zou worden. Dit werd door de pausen in de geschiedenis bevestigd. Want twee eeuwen heeft het verloop vergezeld, namelijk dat de Turken die de christenen gekastijd hebben, is ontstaan in het oosten. Johannes heeft gezien hoe de zesde bazuin menigte van oorlogsruiters vanuit de valleien van de Eufraatrivier laten stromen. Hun doelwit, dit wil zeggen een overblijvend oostelijk derde deel van de Romeinse aarde, die was overgebleven naar de eerste vier bazuinen en de Arabieren. De geschiedenis beschrijft voor ons de opkomst in de 11e eeuw na Christus van een grote natie van vechters met uitstekende ruiters en paarden, die vanaf de Eufraatvallei kwamen. Dit waren de Turken, zij die het Mohammedaanse geloof aanvaard hadden en met dezelfde fanatisme vervuld, zodat wat van de Griekse kerk was overgebleven, het doelwit geworden waren om hem te vernietigen. Geschiedkundige geleerden zijn het erover eens dat het doelwit van de Turken was om de overgebleven sector van het Romeinse Rijk, in de geschiedenis bekendstaande als Byzantijns Rijk met Constantinopel als hoofdstad, te veroveren. Na de aanslagen van vier eeuwen zijn de Turken in hun doelwit geslaagd en hebben van Constantinopel hun eigen hoofdstad gemaakt. En maakten zij 1/3 van de mensen dood, zoals beschreven staat. We moeten nauwkeurig letten op vers 13. Die zegt dat het oordeel van de zesde bazuin door een stem uitgesproken werd vanaf het altaar van wierook die voor God is. Dit toont aan dat de grondoorzaak voor dit oordeel opnieuw ligt in de verwerping van Christus als enigste hoge priester en van de Heilige Geest, en dat in plaats daarvan valse priesters met valse vormen van godsdienst gekomen waren. De oostelijke Griekse sector van de Rooms-Katholieke Kerk heeft dezelfde afgoderijen en valse leerstellingen en corruptie gehad als die van de westelijke kant. Johannes heeft gezien dat daar een periode van 1 uur, 1 dag, 1 maand, 1 jaar zal zijn,
waarin die ruiters van de tweede wee zouden worden voorbereid op hun verovering van de overige derde deel van het Romeinse Rijk. Deze periode heeft totaal van 391 dagen volgens de berekening van 360 dagen in het jaar, zoals die gewoonlijk in de Bijbel genomen wordt. De Turken hebben westwaarts vanaf Bagdad in het jaar 1057 AD bewogen en Alp Arslan is in het jaar 1062 AD met de Turkse cavalerie, dat is een ruitereenheid, de Eufraat overgestoken. 391 jaar later, in 1453, hebben de Turken Constantinopel ingenomen. Hoe accuraat was de openbaring die Johannes hieromtrent ontvangen heeft? Hoe zijn wij gezegend om het de geschiedenisboek in de ene en de Bijbel in de andere hand te zien, hoe het eerstgenoemde tot het laatstgenoemde tot in de kleinste bijzonderheid bevestigd is. Dit is voor ons een onomstotelijke waarborg dat wat vervuld moet worden, vervuld zal worden tot op de letter van het vastgestelde ogenblik. In vers 18 lezen wij dat de ruiters van de zesde bazuin hun overwinning met behulp van rook en zwavel behaalden. Hier vinden wij een verwijzing maar voor die tijd uniek gebeuren van het Turkse buskruid, die het mogelijk maakte om met een nieuwe methode oorlog te voeren. In vers 19 merken wij op dat Johannes gezien heeft hoe dat die rook bij de monden en staarten van de paarden worden uitgeblazen. Dit klinkt nogal eigenaardig, totdat wij beseffen dat hier van artillerie gesproken wordt. Johannes zag in dit gezicht kanonnen voortgetrokken door paarden, omgedraaid werden en in actie kwamen, zoals het lijkt of dat het vuur uit hun monden kwam. Constantinopel was feitelijk een onneembare vesting en heeft daarom menig aanslag van Arabieren doorstaan. Door de merkwaardige wijze waarop de Turken echter van kanonvuur gebruik maakten, schoten zij grote gaten in de muren. Hoe nauwkeurig was ook deze profetie in haar onthulling 14 eeuwen voordat deze werd vervuld in de manier waarop de Turken hun overwinning behaalden. De stad Constantinus met haar beroemde kerk van Sint Sophia was het middelpunt van het oostelijke christendom, de hoofdstad van dit rijk. Maar in 1453 is alles tot een einde gekomen en op de plaats is de moskee van de Mohammedanen verrezen. De wee van de Turken tegen het christendom is niet in 1453 beëindigd. De Turken hebben het Westen in de daaropvolgende twee eeuwen aangevallen en Johannes beschrijft niet het einde van de tweede wee voor ons totdat wij komen bij hoofdstuk 11 vers 14. Nochtans zijn de Turken nooit verder in Europa binnengedrongen dan tot de noordelijke grens van hun afgemeten derde deel van de profetische aarde. En dit is een merkwaardige bevestiging van deze profetie. Lees daarom de verzen 20 en 21 nog eens aandachtig door. Hoofdstuk 9 sluit met de droevige opmerking dat de overige mensen die niet door de Arabieren of Turken verslagen en onderworpen werden, dat wil zeggen West-Europa, geen les heeft geleerd of de waarschuwingen ter hand genomen heeft uit de ondervinding van de oostelijke kerk. Zij gingen door met het aanbidden van afgoden en bomen.
ten spijte van de oordelen over de eerste vier bazuinen in de vijfde eeuw, de kerk van Rome heeft zich niet bekeerd en is zelfs hun aanvallers hebben zij tot hun geloof bekeerd. De kerk van Rome heeft al de beginselen en praktijken van het heidense Romeinen, dus die vorige staat, bij zichzelf ingelijfd en zodoende heeft daar gedurende de 6e en 7e eeuw na Christus in Europa is het vorige Romeinse Rijk herontwaakt, maar nu met het pausdom in plaats van keizers. Dus dat is een hele subtiele overgang van het heidense Romeinse Rijk naar een ander Romeins Rijk, waar dan de keizers plaats hadden gemaakt voor de pausen. Daarom is het zo nodig dat we deze informatie tot ons nemen en daarover nadenken. Er bestaat geen enkele twijfel aangaande de twee laatste versen in Openbaring 9. Die verwijzen naar de afgodische katholieke natiën van het Westen. Die precies doen zoals hun voorgangers, de heidenen van Rome. Ook zij gingen de christenen martelen. Meer dan 1000 jaar lang heeft de kerk van Rome de natie bedrogen door haar vergechristelijk, dus naar christendom omgekeerd afgoderij, fabels en bijgeloven. Terzelfde tijd hebben zij ook de mensen met hun valse voorwensel van hun dienst en goederen beroofd. Die kerk is schromelijk in gebreken gebleven om de oordelen van God in de Mohammedaanse invallen te kunnen onderscheiden en om zich daar van haar zonde te bekeren. Wij zijn dus niet verbaasd om te zien dat de zevende bazuin of de derde wee de finale vernietigende oordelen over de Romeinse katholieke natiën worden losgelaten, zoals in Openbaring 11 wordt voorspeld. Maar voordat dit gebeurt, beschrijft hoofdstuk 10 eerst voor ons de protestantse reformatie of de hervorming, waarin de Israël-natiën zichzelf losscheuren van de niet-Israël-natiën. Dit was absoluut noodzakelijk als een voorbereiding voor de vestiging van Gods koninkrijk op aarde. Hoe komt het dat de wereld deze uiterst belangrijke gebeurtenis nog nooit in het juiste perspectief heeft gezien? Waarom zijn het de westerse naties die zich losgemaakt hebben van de kerk van Rome? Indien u aandachtig zal kijken, dan zal u zien dat zij anders zijn dan de andere blanke naties, lichaamsbouw, kleur, haar, ogen, taal, gewoonten, temperament en cultuur, dan de naties die bleven vasthouden aan het Romeinse of Grieks-orthodoxe geloof. Daar moet een reden voor zijn. En die reden is wel zeker, dit wordt volledig uiteengezet, let op, in ons boek De Verloren Stammen. Wanneer u dit licht tot u doordringt, zal u beseffen wat Paulus zegt in Romeinen 11, vers 33 tot 36. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn beschikking en hoe onnaspeurlijk zijn wegen, want wie heeft de zin des Heeren gekend, of wie is het die hem tot raadsman is geweest, of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dit is het einde van het boek Openbaring 9. We gaan door straks met hoofdstuk 10. Hoofdstuk
10 van het boek Openbaring. De renaissance en de grote hervorming of reformatie wordt voorspeld. Een nieuw tijdvak is aangebroken en daarom lezen we hoofdstuk 10 vers 1 en 2. En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd, en zijn gelaat was als de zon, en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een geopend boekje, en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en de linker op de aarde. Opnieuw valt de goddelijke heerlijkheid van Openbaring met een verblindend licht op onze zielen, wanneer wij deze wonderlijke woorden lezen. Mogen diezelfde geest van onze Heer Jezus Christus, die hij hier voor zijn dienstknecht toont, dit ook aan ons openbaar worden en aan ons ook de kracht geven om tezamen met Johannes dit gezicht in de geest te zien. Deze sterke engel die uit de hemel is neergedaald en bekleed was met een wolk is niemand anders dan de Heere Jezus Christus, de gezalfde koning zelf. Zijn aangezicht was zoals een zon. In Matteüs 17 vers 2 lezen wij dat op de berg van verheerlijking Jezus aangezicht geblonken heeft als de zon en zijn klederen was wit geworden zoals het licht. In Handelingen 1 vers 9 en Openbaring 1 vers 7 zien wij dat Jezus verschijning of verdwijning met wolken gepaard gegaan is. Lees voor uzelf de volgende schriftgedeelte. Matteüs 17 vers 1 tot 6. Matteüs 24 vers 27 tot 31. Handelingen 1 vers 9. En dan opnieuw Openbaring 1 vers 7. Wij kunnen niet met zekerheid zeggen of deze wolken letterlijk zijn of niet, of dat het iets anders is. Bijbelstudenten menen dat deze wolken de verlosten zijn die hem altijd omringen. Lees daarom Hebreeën 12 vers 1, Efeziërs 4 vers 8, Psalm 68 vers 19 en Filippenzen 1 vers 23 en tot slot 2 Korintiërs 5 vers 8. De regenboog spreekt opnieuw van zijn genade. In Openbaring 1 vers 6 hebben wij gezien dat zijn gezicht was zoals de zon die schijnt in zijn kracht. In Malachi 4 vers 2 wordt hetzelfde geopenbaard. Vuur, zie de laatste regel van vers 1, heeft de kleur van brons en brons spreekt van oordeel. Zo wordt hij ook uitgebeeld in Openbaring 1 vers 15. Deze uitbeelding of voorstelling van onze Heer Jezus is een wonderlijke inleiding tot de hergrote hervorming of reformatie van de 16e eeuw. Het christendom was tegen deze tijd al reeds 1000 jaar in een toestand van algehele duisternis. Pausen en priesters hadden de plaats van onze Heer Jezus als enige middelaar tussen een zondig mens en een heilig God wederrechtelijk ingenomen. O, hoe donker moest die wereld toen niet geweest zijn. Er was geen licht. En weinigen hebben de liefde en vergiffenis gesmaakt van Jezus, die alleen mensen kan vrijmaken. Maarten Luther en Zwingli. Toen ontwaakte Maarten Luther en Zwingli plotseling in de jaren 1571 en 1518 tot de lang vergeten waarheid dat de rechtvaardige door het geloof zal leven. Dit was voor hen zoals een regenboog in de wolken,
zoals die was voor Noach. De genade van God was herontdekt. En deze had ook het spoor weggejaagd van het Romeinse vagevuur, die altijd boven hen had gehangen als een oordeel. Dit was het licht van de zon die in de donkere nacht van de menselijke mislukking gebroken werd, van om zijn eigen gerechtigheid voor een heilig God door werken te proberen uit te werken. Na een lange nacht van de donkerheid in de middeleeuwen was dit waarlijk de dageraad van een nieuwe dag, toen Jezus, de zon van gerechtigheid, weer eens verrijst uit de schaduwen van een donkere nacht van onkunde en bijgeloof van deze wereld in een koude wurggreep van meer dan 1000 jaar was vastgehouden. Opnieuw had onze gezegende verlosser en zaligmaker Jezus Christus de Messias als het licht der wereld zich geopenbaard. Het geopende boekje. Dit geopende boekje is een wonderbaarlijk gezicht. Dit is een openbaring van deze geopende Bijbel die gedurende deze tijd weer een geopend boek geworden is. Tot aan de tijd van de hervorming was de Bijbel een ontzaglijk groot boek die in het Latijn geschreven was en in kloosters en archieven was opgeborgen. Deze Bijbel was zo'n duur boek dat er weinig mensen waren die dit konden bekostigen. De meeste mensen waren ook ongeletterde en konden de Bijbel in het Latijn niet lezen. De priesters hebben ook niet het woord van God voor deze mensen geopend. Het was letterlijk een gesloten groot boek. Een liefdevolle God heeft in zijn wijze raad het zo beschikt heeft dat op ditzelfde tijdstip de drukkunst ontdekt werd. Dat is prachtig. De Bijbel is toen in haar volkstaal vertaald. Het feit dat dit nu op papier gedrukt is, in plaats van op perkament of leer geschreven te zijn, is dit in vergelijking een boekje in plaats van een boek. En kan nu worden rondgedragen. Dus vanuit die ontzaglijke grootte is het verkleind en mensen kunnen het in hun eigen handen nemen. Maar het feit ook dat de mens het nu in zijn eigen taal kon lezen en tevens predikers had gekregen die deze voor hem kon uitleggen. Zoals dit gebeurde bij de kamerling uit Ethiopië en Filippus. Nee, de Bijbel werd waarlijk een geopend boek. Op deze wijze heeft de levende Christus met het boek in zijn hand zijn eigendomsrecht over de aarde waarvoor hij gestorven is en zijn kostbaar bloed heeft gegeven opgeëist door zijn rechtervoet op de zee te zetten en zijn linkervoet op het land, Openbaring 10 vers 2. De overige verse van dit hoofdstuk ontvouwt voor ons de rest van dit wonderlijke verhaal die meer als 1000 jaar voor dit gebeuren is geschreven. In hoofdstuk 11 vers 5 vinden wij de glansrijke hoogtepunt of vervulling. Vanaf hoofdstuk 12 van Openbaring tot het einde zullen wij het tweede gedeelte van dit wonderlijke verhaal zolang vooruitgeschreven in meer bijzonderheden beschrijven om zijn bijzondere karakter van dit drama in grotere bijzonderheid, dus in details, uitgebeeld en meer specifiek geïdentificeerd. Wij moeten verwachten dat deze hervertelling van deze twee helden in grote bijzonderheden zal zijn, want dit verzegelde boek, die Christus alleen waardig was om te openen, was beschreven van binnen en van buiten. Lees opnieuw Openbaring 5 vers 1.
Nu wij zover gekomen zijn met de uitleg van het boek Openbaring, zullen wij ondertussen beter bekend zijn geworden met de geschiedenis die daarin beschreven is. Wij willen nu een beetje gaan uitbreiden de renaissance en de hervorming, want die wordt in de geschiedenis en scholen behandeld. U zelf zal alle feiten waarnaar verwezen wordt moeten controleren om uzelf voldoende vrede en reden te geven om dit alles te aanvaarden. Van deze vertolking en kijken of onze uitleg correct is. Alleen op deze wijze zal uw eigen geloof in Gods woord ook versterkt en bevestigd worden. Mogen het ons lieve Heer behagen dat door deze nederige poging de Bijbel ook voor u een geopend boek zal worden, met daarin de grote waarheden van onze God. Want de geschiedenis bevestigt het boek Openbaring. Het is wonderlijk om te zien hoe dat de Heer zelf de grimmigheid van de mensen gebruikt om hem te loven. Psalm 76 vers 11. Doe gelofte en betaal ze de Heere uw God. Allen rondom hem moeten gaven brengen aan de geduchte. De geestel van de Turkse inval in Europa werd door God gebruikt om Constantinopel, vandaag Istanbul, het middelpunt van het Griekse christendom en geleerdheid in het jaar 1453 tot een val te brengen. Deze geleerden zijn naar Europa gevlucht met al hun kennis der Grieken als ook een zeer waardevolle Griekse manuscripten. Veel van hen zijn in de universiteiten van West-Europa te lande gekomen. Dit is de geschiedenis, ofwel de renaissance, of de nieuwe geleerdheid die voortgebracht is. We leren dan Grieks en Latijn, die later studievakken zijn geworden. In het jaar 1516 is de beroemde Griekse Nieuwe Testament van Erasmus gepubliceerd en duizenden zijn die gaan lezen. De vertaling van de Bijbel in de taal van het volk heeft natuurlijk gevolgen en de Bijbel is een open boek geworden voor iedereen om te lezen. En als we daar nog bij bedenken dat de Heilige Geest ons wil helpen om elke tekst aan ons te openbaren tot volle licht, moeten we God zeer dankbaar zijn. Zoals al reeds gezegd, de drukkunst en het maken van papier is ook in die tijd ontstaan. De Bijbel was een van de eerste boeken die gedrukt zijn en waren goedkoop genoeg geworden voor de meerderheid van het volk om het te bekostigen. Kunt u in deze zaak de besturende hand van God zien? En waarom nu juist de Bijbel, meer dan enig ander boek? Want dit is het woord van God. Het was ook zo geordineerd dat dit geopend moest worden. Daarom is dit het geopende boekje geworden. Hier volgt nu een lijst van gebeuren met hun datums om aan te tonen hoe dit boek geopend is. In 1453 de val van Constantinopel en de vlucht der Griekse geleerden naar West-Europa. 1455 de Gutenberg-Bijbel. Het Grieks wordt voor de eerste maal aan de Universiteit van West-Europa gedoseerd. 1476 Caxton voert de drukkunst in Brittannië. 1516 Erasmus drukt zijn Griekse Nieuwe Testament. 1518. Zwingli drukt de eerste Zwitserse Nieuwe Testament. In 1526 heb je Tinsdale's Engels Nieuwe Testament en een Zweedse Bijbel. In 1537 een Deense Bijbel. En in 1539
de zogenaamde Great Bible, gedrukt onder toezicht van de confederalen en op koningsbevel in elke kerk geplaatst voor het gebruik van elk gemeentelid. In 1611 verschijnt de Engelse King James Bijbel. In 1881 de Engelse herziende Revised Bijbel. Beetje moeilijk woord. In 1933 is voor de Afrikaanse boerenbevolking de volledige Bijbel verschenen in hun taal, in het Afrikaans. Helaas heb ik niet de juiste datums van de vertalingen van de Bijbels in de talen van de andere West-Europese naties. Het is merkwaardig hoe dat deze nieuwe geleerdheid naar het Westen is gedreven op de kruin van een golf die door de druk vanuit het Oosten ontstaan is. Deze gebeurtenissen heeft het licht van het woord naar de Angelsaksische, Keltische en aanverwante natie gebracht, die tegen die tijd in de kustlanden van West-Europa gevestigd was. En deze mensen zijn de afstammelingen van het huis van Israël, de zogenaamde verloren 10 stammen. U die deze woorden hoort, moet er ernstig over nadenken of dit per toeval gebeurde of dat het zo bestemd was. Deze drukgolven vanuit het oosten is alweer hoog aan het opladen. Het doel is hetzelfde. Het christendom moet worden uitgeroeid. Wat zij een paar eeuwen geleden niet voor elkaar kregen, bedenk een paar eeuwen zijn maar een tik in het uurwerk van de geschiedenis van het mensdom. Hun inspiratie komt nog steeds vanuit de afgrond. En die naties zijn de handlangers van Satan. Zij zijn nog steeds dezelfde naties als van het ouds. Is dat niet merkwaardig? En 2 miljoen van dit soort mensen woont reeds onder ons volk. Maar niemand ziet het. Niemand begrijpt. Geen voorganger heeft het door. Geen predikant die daar iets over zegt. Veel Bijbelvertalers moeten en moesten met hun leven boeten. Na de dood van Wycliffe hebben de Romeinse priesters zijn beenderen laten opgraven, deze laten verbranden en toen het as in de rivier Swift gegooid. Tyndale is gewurgd en toen de Vilvoorde nabij Brussel verbrand. De hervorming van de 16e eeuw heeft in verschillende landen plaatsgevonden. Maar deze bewegingen waren onafhankelijk van elkaar. Dit is een bewijs dat het niet van een mens afkomstig is, maar van God. Het boek is in geheel West-Europa opengemaakt. Dit is waarlijk een geopend boek geworden. Dit boek is meer geworden dan enig ander boek. Zodra de mensen Bijbels konden kopen en deze in hun eigen taal konden lezen, zijn zij tot de grote ontdekking gekomen dat dit Christus eisen zijn en is van het grote belang en niet van de paus of Maria of enige andere ontslapen heilige. U kunt nu voor uzelf uitmaken welke een uitdrukking dit gebeuren op de bevolking heeft gehad. Het christendom is van boven tot onder geschud. De Bijbels aanspraak van Christus en van hem alleen, zoals door de hervormers verkondigd heeft, heeft het hele pauselijke stelsel uitgedaagd. Deze uitwerking was haarfijn in de volgende dramatische episode voorspeld. Een leeuw die brult, vers 3 en 4. En hij riep met luider stem zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de 7 donderslagen hun stemmen horen. En toen de 7 donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, verzegel hetgeen de 7 donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. In
in hoofdstuk 5 vers 5 hebben wij gezien dat Christus genoemd wordt de leeuw van de stam Juda. Hier hebben wij het verdere bewijs van de sterke engel van vers 1, de Heer Jezus Christus. Die leeuw die brult duidt op een grote uitdaging van Christus. De leeuw van de stam Juda aan de kerk van Rome door de geschriften en prediking van de hervormers zoals Luther, Zwingli, Calvijn en Knox. Op 31 oktober 1517 heeft Luther het pauselijke stelsel van aflaten openlijk uitgedaagd. Dit stelsel die verondersteld was om vergiffenis van zonde te schenken in ruil voor geld die aan de kerk geschonken moest worden door zijn beroemde 95 stellingen van zijn geloof tegen de kerkdeur van Wittenberg vast te spijkeren. Binnen 2 weken was geheel Duitsland in rep en roer en binnen 1 maand was het gehele christendom in beroering. De kerk van Rome was verplicht om hierop te antwoorden. En dan volgen de 7 donderslagen. Deze 7 donderslagen die het gebrul van de leeuw beantwoord heeft, is niet moeilijk om te begrijpen. Rome is op 7 heuvelen gebouwd. De paus heeft Luther geantwoord door de pauselijke edicten, oftewel bevelen of bullen tegen hem uit te vaardigen. Hier wordt dikwijls door de geschiedkundigen naar verwezen als de donderslagen van Rome. Op het moment toen Johannes zou opschrijven wat de 7 donderslagen gesproken had, riep een stem vanuit de hemel en zeggen: verzegel hetgeen de 7 donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op, vers 4. Dit is ook geen wonder, want een van deze donderslagen is het antwoord op Luthers uitdaging en was afgekondigd van de onfeilbaarheid van de Romeinse kerk. Luther heeft toen precies zoals alle andere hervormers naar hen gezien dat de paus niemand anders was dan de man van zonden of de antichrist waartegen de Bijbel ons waarschuwde. De paus machtigt zichzelf aan dat hij de plaatsvervanger van Christus op aarde is. Dus toen de laatste pauselijke bul in juni 1520 zoals 1 donderslag uitgevaardigd werd, hebben de hervormers daarop geantwoord door opzettelijk al de pauselijke bullen en decreten voor een grote schare buiten de muren van Wittenberg om die te verbranden. Op deze wijze waren die 7 donderslagen verzegeld. Luther ondervinding en voorbeeld was telken malen gedurende hervorming herhaald. Naarmate de Heilige Geest de schrift begon open te maken, dat heeft ertoe geleid dat de mensen begonnen te weigeren om de valse leerstellingen van de Romeinse kerk te aanvaarden. De verborgenheid van God volbracht. Vers 5 tot 7. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn rechterhand op naar de hemel en zwoer bij hem die leefde tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarop is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is, er zal geen uitstel meer zijn, maar in de dagen van de stem van de 7e engel, wanneer hij de bezuinigen zal, is ook voleindiging van het geheimenis van God, gelijk hij en zijn knechten de profeten heeft verkondigd. In vers 6 behoort de zinsnede er zal geen uitstel meer zijn, dat de tijd hier niet beëindigd wordt. Het volgende vers bewijst dat er gesproken wordt van de dagen die voortgaan. Dat staat in vers 7. Deze dingen vallen nog binnen het tijdperk van het 6e bazuin. De 7e bazuin zal binnenkort blazen en een eind maken aan al de boze stelsels van deze wereld, politiek,
economisch en kerkelijk. Dit zal gaan volgen zoals het boek, zoals de Heer, dit door, niet aan, zoals in vers 7, zijn dienstknechten en de profeten geopenbaard hebben. Indien u wilt weten hoe deze eeuw zal eindigen, moet u de profeten bestuderen. In deze profetische boeken, waarin het einde van deze bedeling en oprichting van Christus Koninkrijk zo haarfijn beschreven wordt, is voor diegenen die de sleutel van de Israël-identiteit niet heeft, een gesloten boek. Het gedeelte in vers 7 waar staat wanneer hij bazuinen zal, moet men lezen wanneer hij op het punt staat om met de bazuin te blazen. Wij zijn nu in dit tijdperk en bijna aan het einde daarvan wordt de geheimenissen van God zo snel ontvouwen. Dit geldt voor ieder die bidt en klopt. Zo staat het in Matthäus 7 vers 2. Veel van deze verborgenheden worden aan ons geopenbaard door de bestudering van het boek Openbaring. Deze dingen zijn o zo belangrijk dat de engel zijn hand naar de hemel opgeheven heeft. En zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheden die in de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarop is, en de zee en hetgeen daarin is. Er zal geen uitstel meer zijn. Het boekje wordt opgegeten, vers 8 tot 11. En de stem die ik gehoord had uit de hemel, hoorde ik wederom met mij spreken, en hij zeide: ga heen, neem het boek dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem dat hij mij het boekje zou geven. En hij zeide tot mij: neem het, eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En er werd gezegd tot mij: gij moet wederom profiteren over vele naties en volkeren en talen en koningen. De mensen waren zeer hongerig naar de waarheid, dat zij het woord letterlijk opgegeten hebben toen de Bijbel in hun eigen taal beschikbaar was geworden. Jezus heeft gezegd: de geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en zijn leven. Johannes 6 vers 63. Geschiedkundigen verklaren dat gedurende de hervorming de Bijbel de kostbaarste schat voor miljoenen geworden is. Deze werd ijverig door hen gelezen. Zij namen het dan ook overal mee naartoe waar zij heen gingen. Zij leerden zelfs grote Bijbelgedeelten uit hun hoofd en borgen het op in hun hart. Voor hen was het zo zoet als manna, voor mannen en vrouwen die honger hadden voor God. Sommige van onze eigen voorvaderen, zo zegt de schrijver, die uit de reformatie naar ons land kwamen, Zuid-Afrika, als vluchtelingen, hebben al deze bezittingen moeten achterlaten terwille om het boekje te behouden. Er waren zelfs mensen die als laatste moment zelfs bladzijden uitscheurden en dit onder hun kleren verborgen. Het waren dus de huurgenoten. Toen zij plotseling voor hun vervolgers van de Romeinse kerk moesten vluchten. Mag de Heere God genadelijk zijn aan ons om opnieuw te stimuleren om waardig te zijn om hun nageslacht te zijn. Tot zover de schrijver. Lijden en vervolging. Zo'n heerlijke voorrecht van kennis heeft ook echter zijn verantwoordelijkheid meegebracht. De onschriftelijke leerstelling van Rome was aan de kaak gesteld en moest bestraft en verzaakt worden voor diegenen die tot ontwaking gekomen waren. Het gevolg was het vrede lijden en vervolging vanaf de kant van de machtige politieke en kerkelijke leiders die over Europa regeren. Gedurende de 30 jaar na Luther hebben al de landen van Europa
de wrede inquisitie aan de lijve ondervonden. Menig christen werden tot afgrijzelijke folteringen veroordeeld en tenslotte vermoord, omdat zij de schrift begonnen te onderzoeken. In Engeland hebben beide Hendrikken de zevende en Edward de achtste bijbels in hun kerken laten plaatsen met de opdracht dat deze gelezen en onderricht moest worden. Maar toen kwam koningin Mary, bekend als Bloody Mary, aanhangster van de Roomse kerk en heeft tot verschrikkelijke vervolging geleid, waarbij 300 protestanten, ingesloten Latimer en Ridley, op de allerverschrikkelijkste manier werden verbrand. Op het vasteland van Europa is gedurende ditzelfde tijdperk van 1553 tot 1558 tienduizenden protestanten in de gevangenis gestopt, gemarteld en levend begraven. Zij werden aan bomen gekruisigd en op zulke afgrijzelijke manier mishandeld dat dit niet op gift besteld kan worden. En dit alles alleen omdat zij in het bezit van bijbels waren en de zoetigheid van het evangelie van Jezus Christus gesmaakt hebben. Rome is nog steeds niet veranderd en is vandaag nog precies zo als in de jaren 1551-1558. Er zijn genoeg nieuwe getuigen om te bewijzen dat waar Rome, dus de Rooms-Katholieke geloof, in de minderheid is, zij zijn als een lam. Maar als zij gelijke macht bezit, is zij als een jakhals. En waar zij opperheerschappij is, is zij het dier met grote trots en scherpte en zij is nooit veranderd. En vers 11 zegt dat hij weer moet profiteren over veel volken en naties en talen en koningen. We gaan nu zien in de hoofdstukken wat gaat gebeuren. Tot zover hoofdstuk 10 van het boek Openbaring. Even dat hier van artillerie gesproken wordt. Johannes zag in dit gezicht kanonnen voortgetrokken door paarden, omgedraaid werden en in actie kwamen, zoals het lijkt of dat het vuur uit hun monden kwam. Constantinopel was feitelijk een onneembare vesting en heeft daarom menig aanslag van Arabieren doorstaan. Door de merkwaardige wijze waarop de Turken echter van kanonvuur gebruik maakten, schoten zij grote gaten in de muren. Hoe nauwkeurig was ook deze profetie in haar onthulling 14 eeuwen voordat deze werd vervuld in de manier waarop de Turken hun overwinning behaalden. De stad Constantinus met haar beroemde kerk van Sint Sophia was het middelpunt van het oostelijke christendom, de hoofdstad van dit rijk. Maar in 1453 is alles tot een einde gekomen en op de plaats is de moskee van de Mohammedanen verrezen. De wee van de Turken tegen het christendom is niet in 1453 beëindigd. De Turken hebben het Westen in de daaropvolgende twee eeuwen aangevallen en Johannes beschrijft niet het einde van de tweede wee voor ons totdat wij komen bij hoofdstuk 11 vers 14. Nochtans zijn de Turken nooit verder in Europa binnengedrongen dan tot de noordelijke grens van hun afgemeten derde deel van de profetische aarde. En dit is een merkwaardige bevestiging van deze profetie. Lees daarom de verzen 20 en 21 nog eens aandachtig door. Hoofdstuk 9 sluit met de droevige opmerking dat de overige mensen die niet door de Arabieren of Turken verslagen en onderworpen werden, dat wil zeggen West-Europa, geen les heeft geleerd of de waarschuwingen ter hand genomen heeft uit de ondervinding van de oostelijke kerk.
Zij gingen door met het aanbidden van afgoden en bomen. Ten spijte van de oordelen over de eerste vier bazuinen in de vijfde eeuw, de kerk van Rome heeft zich niet bekeerd en is zelfs hun aanvallers hebben zij tot hun geloof bekeerd. De kerk van Rome heeft al de beginselen en praktijken van het heidense Romeinen, dus die vorige staat, bij zichzelf ingelijfd en zodoende heeft daar gedurende de 6e en 7e eeuw na Christus in Europa is het vorige Romeinse Rijk herontwaakt, maar nu met het pausdom in plaats van keizers. Dus dat is een hele subtiele overgang van het heidense Romeinse Rijk naar een ander Romeins Rijk, waar dan de keizers plaats hadden gemaakt voor de pausen. Daarom is het zo nodig dat we deze informatie tot ons nemen en daarover nadenken. Er bestaat geen enkele twijfel aangaande de twee laatste versen in Openbaring 9, die verwijzen naar de afgodische katholieke natiën van het Westen, die precies doen zoals hun voorgangers, de heidenen van Rome. Ook zij gingen de christenen martelen. Meer dan 1000 jaar lang heeft de kerk van Rome de natie bedrogen door haar vergechristelijk, dus naar christendom omgekeerd, afgoderij, fabels en bijgeloven. Terzelfde tijd hebben zij ook de mensen met hun valse voorwensel van hun dienst en goederen beroofd. Die kerk is schromelijk in gebreken gebleven om de oordelen van God in de Mohammedaanse invallen te kunnen onderscheiden en om zich daar van haar zonde te bekeren. Wij zijn dus niet verbaasd om te zien dat de zevende bazuin of de derde wee de finale vernietigende oordelen over de Roomse katholieke natiën worden losgelaten, zoals in Openbaring 11 wordt voorspeld. Maar voordat dit gebeurt, beschrijft hoofdstuk 10 eerst voor ons de protestantse reformatie of de hervorming, waarin de Israël-natiën zichzelf losscheuren van de niet-Israël-natiën. Dit was absoluut noodzakelijk als een voorbereiding voor de vestiging van Gods koninkrijk op aarde. Hoe komt het dat de wereld deze uiterst belangrijke gebeurtenis nog nooit in het juiste perspectief heeft gezien? Waarom zijn het de westerse naties die zich losgemaakt hebben van de kerk van Rome? Indien u aandachtig zal kijken, dan zal u zien dat zij anders zijn dan de andere blanke naties, lichaamsbouw, kleur, haar, ogen, taal, gewoonten, temperament en cultuur, dan de naties die bleven vasthouden aan het Roomse of Grieks-orthodoxe geloof. Daar moet een reden voor zijn. En die reden is wel zeker, dit wordt volledig uiteengezet, let op, in ons boek De Verloren Stammen. Wanneer u dit licht tot u doordringt, zal u beseffen wat Paulus zegt in Romeinen 11, vers 33 tot 36. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn beschikking en hoe onnaspeurlijk zijn wegen, want wie heeft de zin des Heeren gekend, of wie is het die hem tot raadsman is geweest, of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dit is het einde van het boek Openbaring 9. We gaan door straks met hoofdstuk 10.